guys. Het is vandaag donderdag. Ik heb vandaag geboekt om naar Marokko te gaan overmorgen. En toen dacht ik me dat ik heel veel nog te doen moet hebben. Ik moet namelijk nu naar de hammam. Dus ik kan echt niet wachten om even goed gescrubbed te worden. Daar heb ik zoveel zin in. Dat kan ik jullie niet in woorden uitleggen. En vanavond heb ik Valerie's verjaardagsfeestje. En dan morgen ga ik nog de laatste dingetjes doen en halen. Ik heb net ook heel snel een koffer gehaald. Zodat ik dat niet meer last minute hoef te doen. En dan ga ik vanavond al een beetje inpakken. Nadat ik klaar ben met Val. Ik vlieg morgen met Bushra en Shema. Dus daar heb ik ook heel veel zin in. Want Bushra die ken ik via Jasmin. Superleuk meisje. En Shema ken ik ook via Jasmin. En wij vliegen met z'n allen naar Jasmin. Maar goed, ik ga nu naar de hammam. Ik heb alles bij. En dan zie ik jullie straks. Wel lief, iemand in de tram lacht. Mijn hart wordt daar vrolijk van. Oké, guys, ik zie er niet uit. Maar ik ga nu lekker naar de hammam. Kijk, guys, dus ik kom binnen en kijk hoe cute dit is. Mijn camera kan een beetje beslagen raken. Dit is toch super schattig? Oh, heerlijk. Helemaal voor mij alleen. Love it. Oh, guys. Ik ben lekker naar de hammam geweest. Ik voel me helemaal verlicht. Dus nu, als ik naar Marokko ga, kan ik gelijk zonnen. Oké, guys, ik ben even heel snel ontkleed en ik ben nu op mijn verjaardag. Good morning! Volgende dag. Valerie's verjaardag was heel gezellig. We hadden echt een creatieve opvulling voor onze cadeau die er niet was. We hebben met elkaar weer een potje gedaan. Dat doen we namelijk voor iedereen de verjaardag. Nu hebben we even pauze tot oktober. En ze wou heel graag een Balenciaga tas. Alleen we hadden hem veel te laat besteld. En toen had Sarah dus allemaal foto's geprint met Drake. Dat hij zo doet, weet je wel. Dat liedje van Hotline Bling. En dan dacht je, een LV-tas doet hij zo. Nee. Een Gucci-tas deed hij zo. En dan bij Balenciaga deed hij zo. Nou, dat vond ik een hele schattige opvulling. Ik ga nu mijn paspoort ophalen. Het is 5:15. En dan heb ik een pedicure. Dan ga ik mijn wenkbrauwen doen. Elma's is er niet, dus ik ga het bij iemand anders laten doen. Ik ben benieuwd. En daarna ga ik naar Koemroe toe. En van Koemroe moet ik weer terug naar Rotterdam. Moet ik even nog een campagne filmen. En dat is het eigenlijk. Oh, en ik slaap vandaag bij Shema, want we vliegen samen morgen. En Bushra, die komt ook volgens mij joinen straks. I got my passport. Oké, guys, ik ben in de stad van Rotterdam. Heel snel. Ik heb mijn wenkbrauwen gedaan. Ik vind dat ze het heel mooi heeft gedaan, maar ik laat het in de auto beter zien. Ik ging zeg maar een soort van mijn voeten doen. Waar ik altijd mijn voeten doe, maar vandaag hadden ze hun dag niet. En toen heb ik gezegd, laat maar zitten, jullie hoeven niks te doen, alleen maar schoonmaken. Nu ga ik heel snel naar ULV. En dan gaat Koemroe het voor me oplossen. Dus ik hoop dat Koemroe mijn nagels gaat doen. Daar zou ik echt blij mee zijn. Oké, guys, ik zit bij Koemroe. We hebben net mijn nagels gedaan. Ik ben iets langer gegaan dan wat ik normaal heb. Maar het is super lelijk. Mijn wenkbrauwen zijn best wel donker, maar het wou ik bewust omdat het over een paar dagen niet meer zo donker is. En Koemroe gaat gewoon mijn teennagels doen nu. En ze doet het echt nooit. Stel waarom? Omdat ik zat te huilen aan de telefoon, jongens. Yay! Guys, ik ben weer happy. Kijk hoe mooi. I love this. Guys, ik ben nu een tanden aan het breken. En dit is mijn tweede sessie. En ik hoop dat ze dan eigenlijk hierna al behoorlijk het zijn. Het ligt al bij. Kom. Mijn broeder Fatih. Maar lekker stem. Ja, opeens ben je anders, hè? Met elkaar. Opeens ben je anders. Mensen, ik heb net mijn tanden geleekt. En ik heb 3 sessies.
En they're pearly white again. En ik ga morgen op vakantie, dus ik word nog bruin. En dan ogen ze nog witter. I'm super happy. Ik heb het bij de Biosmile in Amsterdam gedaan. Super blij met het resultaat. Goedemorgen iedereen. Het is de volgende dag inmiddels. Mijn tanden zijn fucking wit. Ik denk niet dat ooit een tandenbleker mijn tanden zo wit heeft gekregen. I love it. En wacht maar, als ik nog bruin word. Ja. Yay. Ik ga Vally nu ophalen. Want Vally is zo lief om mij naar Schiphol te brengen. Daar ben ik heel blij mee. Dus ik ga nu richting Schiphol. Shema en Bushra die zijn er al. En dan zie ik hun daar. Ik ga even opschieten. Oké, guys, ik ben op de airport. Ik heb een bol met avocado, zalm, ei, doperwten, spinazie en quinoa en een fles water. En dit is wat ik aan heb. Ik heb een pak aan van Nike met mijn Nike schoenen eronder. Lekker comfortabel en sporty. Guys, ik ben aangekomen op het strand en we zijn in Tetuan. En ik heb net, het is best wel laat en het is donker en de zon schijnt niet. Maar ik heb wel gezwommen en ik lijk echt, ik ben zo erg Casper de Spook hier naast iedereen. Iedereen is zo bruin en ik ben zo wit, dus ik ga morgen echt bakken. Oké, ik heb even heel snel gedoucht, mijn haar gefeund, een jurkje aangedaan en deze slippers. Echt, mijn simpelste iets. Ooit, want ik vind gewoon dat ik te wit ben om allemaal andere leuke dingetjes aan te doen. Maar wij gaan nu even naar Marina's meer en denk ik gewoon wat eten. Heel snel, want het is ook best wel laat. Komen jullie? Yes. Oké. Okay. En als het goed is, staat Gigi al voor de deur. En morgen komt hopelijk mijn auto. Dus dan ben ik weer voorzien van een auto. Hi guys, het is de volgende dag. Kijk maar, ik had het in de knot. En nu is het losgegooid, maar ik had het gisteren even snel een soort van gefeund. En nu ziet het er niet meer uit. Ik word wakker met... Ja, ik kom eraan! Ik word wakker met dit uitzicht. We hebben net ontbeten. Ik ga nu naar het strand, want echt... Ik moet echt gewoon eventjes iets bruin worden. Dus ik heb mijn bikini aan en we gaan nu even de zon. En dan misschien op de jetski of zo. Mensen, ik zit bij de kapster. Ik zat net dus op het strand. En this girl is verbrand. Zoals jullie kunnen zien. Maar ik heb aftersun gedaan. Ik opgesmeerd. Ik ben vergeten gewoon een wondermiddel van de Rituals mee te nemen. Wat er echt voor zorgde dat het morgen gelijk bruin was. Maar goed, ik ben hier heel erg verbrand. Ik weet niet of jullie het echt kunnen zien. Maar ik heb mijn haar even gefund. Want morgen is het... slachtfeest. En dan is alles dicht. En ik ga morgen ook even uit de zon blijven. In verband met mijn huid. Dus dan heb ik gelijk mijn haar gedaan. Voor in de avond. Ze heeft het heel mooi gefeund. Oké, guys. Ik zit nu in een hopkarretje bij Banyan. En ik ben met Shima. En wij gaan even naar de café hier. En even kleine hapjes eten. En een drankje doen. Er staat best wel veel wind. En ik weet niet of jullie mij kunnen horen, maar ik zie jullie zo. Aan mijn haren te zien kunnen jullie ongeveer wel zien wat voor wilde rit dat was. Ik ben super doof, jongens. Oké, guys, we hebben net gezeten bij Banyan. En we gaan nu... Oh, jullie zien me niet eens.
Maar het is hier ook best wel donker en er is geen verlichting. Maar wij gaan nu een karretje pakken en er staan er twee. Dus zij gaat eentje pakken en ik ga er één pakken. En dan gaan we tegen elkaar racen om bij de uitgang te komen waar de auto's staan. Oh ja. Ze rijden net weg. Oké, mensen, zij heeft nu een kleine voorsprong. Maar we gaan... Hé, hey, was gezellig, hè? Doei! Kijk eens hoe we je inhalen. Zit. Ja, ze liggen als bye bye! Ik ben inmiddels thuis. Zoals jullie kunnen zien, hier zien jullie dat ik echt rood ben. Dus ik ga nog één keer after sun smeren en ik ga mijn pyjama doen. Dan ga ik lekker slapen. Dit zijn allemaal een beetje korte dagen vlogs, omdat ik nog niet echt heel mobiel ben, omdat ik mijn auto nog niet heb. En die heb ik waarschijnlijk de dag na Leid en morgen is Leid en de dag daarna heb ik het. En dan kan ik ook iets meer bewegen en iets meer van Marokko laten zien aan jullie, want ik wil daar wel echt hele leuke vakantievlogs van maken. Omdat het toch wel een beetje mijn kenmerk is ofzo, Marokko vlogs, heb ik het idee. Maar ik ga nu heel even after sun smeren, pyjama aandoen en dan ga ik lekker slapen. En dan zie ik jullie morgen, want ik hoorde net, ik zag net dat hier bij Marina Beach in Tetuan zijn er parkeerplekken zeg maar leeggehaald. En daar hebben ze linten doorheen gedaan. En het schijnt dus dat mensen hun schaap slachten en dat ze die dan even daar ophangen omdat er geen plek is thuis. Maar ja, ik twijfel heel erg of ik dat in de ochtend aan jullie wil laten zien of niet. Want ik weet dat ik daar heel veel gezeik over kan krijgen. Maar ja, het is wel een stukje cultuur. Het is ook mijn allereerste keer echt bewust een slachtfeest meemaken in Marokko. Dus ik zie jullie morgen. En alvast heet mijn broek om. En als jullie dat zien is het al geweest. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten van jullie slachtfeest.